Welkom bij het doodlopende kanaal. Wij Hollanders kunnen eigenlijk alles, waar het water betreft. Als de zee ons tot de lippen stijgt, verhogen we de dijken. Als de Binnenzee te vaak het land binnendringt, dan maken wij hem met een 30 kilometer lange dijk tot binnen meer. En wordt de waterwolf te gevaarlijk voor de naastliggende stad, dan temmen wij hem door het meer leeg te pompen. En om te laten zien dat we daarna in control zijn, laten we daar ook al onze buitenlandse gasten landen. In het Hol van de Leeuw. Maar heel soms worden zelfs wij Hollanders met onze neus op de feiten gedrukt. Neem het verhaal van het Tienhovenskanaal aan de noordgrens van het Noorderpark. In 1824 diende ene heer Van de Wal een voorstel in. Om een kanaal aan te leggen dat moest beginnen bij de Vecht tussen Maarsen en Breukelen en moest eindigen in de Eemdesservaart aan de andere kant van de Utrechtse Heuvelrug. Doel van het kanaal was de ontginning van het gooi. Het moest dienen voor de ontwatering van het gebied en afvoer van turf. Met enige wijzigingen is het kanaal, voor zover het het eerste deel betreft, vrij snel gereed gekomen. In 1838 bestonden er, er plannen om het kanaal door te trekken tot huizen dwars door de Utrechtse Heuvelrug. Het kanaal moest koersen op de toren van Eemnes. Op deze manier zou een alternatieve handelsweg ontstaan van Amsterdam naar Amersfoort. Maar daar stuitte de Hollanders op een klein probleem. Het kanaal kwam te hoog te liggen, waardoor er geen water in bleef staan. Dus bij Hollandse rading strandde het plan. Tegenwoordig leent het kanaal zich uitstekend voor een mooie wandeling. Ik neem u mee naar het begin, aan de oever van de Vecht. Vandaar gaan we langs diverse staaltjes van Hollandse waterbeheersing, gelijk op met de eerste ontginners die het landschap toegankelijk maakten. Ook zij begonnen aan de oever van de Oude Veenrivier en ontgonnen het moeras van west naar oost. We wandelen met ze mee en starten bij de Kraaiennester sluis, een schutsluis om van de Vecht naar de Loostrechtse plassen te schutten. Omlaag. En dat is vreemd want dat betekent dat de oude Veenrivier die vanzelfsprekend door het laagste deel van het gebied stroomde nu hoger ligt dan het oude moerasgebied. Wandelend langs het kanaal kom je bij Fort Tienhoven, een ruïneus overblijfsel van de Nieuwe Hollandse waterlinie. Een oud verdedigingssysteem waarbij wij onze vijand zouden stoppen door de grote delen van het land gecontroleerd onder water te zetten. Het fort bewaakte de zwakke delen van deze waterlinie. De dijk en het naastgelegen Tienhovenskanaal een klein stukje verder liggen links van u in het noorden de legakkers en de petgaten van de Kievitsbuurt, overblijfselen van de Turfwinning en iets verderop de Loosdrechtse plassen. Ten zuiden ligt de Betunepolder, waterwindgebied voor de gemeente Amsterdam en nieuwe natte natuur in Spee. Hoe dat eruit moet gaan zien ziet u wanneer u Tienhoven door bent en het gebied van natuurmonumenten bewandelt. Met naast u nog altijd het kanaal ter grootte van een brede sloot. Die voert u langs het vliegveld Hilversum en langs het gebied van Staatsborstbeheer. En nu moet u opletten. De begroeiing verandert. De bodem verandert. En het kanaal verandert. Het wordt steeds smaller en ondieper. Wij naderen de Utrechtse heuvelrug, de hoge zandgronden van de Gooise Stuwal, vijf meter boven NAP. En dan houdt het op. Het kanaal loopt droog. Hier zie ik in mijn fantasie de schep staan van meneer Van de Wal. Die, toen de moed hem in de schoenen was gezakt, het bijltje, nou ja, de schep erbij neer heeft gegooid en op de trein, ja, nou, die was er toen nog niet, in de trekschuit is gestapt. Voor één keer het water niet onder controle.